zijn hier in de portrettengalerij. En u denkt misschien dat die portrettengalerij er altijd is geweest. Dat Jan Herman van Heek, de eigenaar van het kasteel en degene die deze verzameling bijeen heeft gebracht, zelf bedacht ik ga een portrettengalerij maken. Dat is niet het geval. Die portrettengalerij die hebben wij een aantal jaren geleden ingericht. En dat komt omdat als je hier met die collectie bezig bent, dan ontdek je tot je verbijstering dat er zoveel vroege portretten zijn. En dat je het ontstaan van de portretkunst vanaf de tijd dat mensen zich lieten afbeelden op een altaarstuk bij de Madonna, tot en met autonome, zelfstandige portretten kunt laten zien. En er is eigenlijk maar één plek in Nederland waar dat ook zou kunnen, en dat is het Rijksmuseum. Maar hier kan het dus ook. Maar weet u wat nou een beetje vervelend is? Ik mis iets. Er is een groot portret, een interessant portret van Hans Mielich, een Duitse kunstenaar uit de 16e eeuw. Dat portret is er niet. Want het is een restauratie. Wij vinden eigenlijk als we zo'n schilderij zien dat het eigenlijk helemaal nog niet zo geel is. Maar dat is het voor zo'n schilderij eigenlijk wel. Dit is een vroeg Duits schilderij, dus eigenlijk de eerste olieverf schilderijen. En deze zijn dus ook helblauw van kleur. Dus dit wordt ook helblauw. En dit wordt ook spierwit. En wij zijn geneigd als Nederlanders om ze te interpreteren als Nederlandse 17e eeuw. Dus eigenlijk het vrij grijze palet van, ja, van de Nederlandse schilderkunst. In eerste instantie is natuurlijk het verhaal dat je zo'n schilderij altijd eerst moet conserveren en dan pas moet restaureren. Het verschil daarin is eigenlijk dat je dus moet zorgen dat het paneel waar het op geschilderd is, dat dat in een goede staat is. En als dat in een goede staat is, dan ga je je bezighouden met het esthetische deel. In dit geval zit er houtworm in de achterkant in het paneel. En dat ga ik bestrijden en pas dan ga ik het esthetische deel doen en dat is eigenlijk de vernisafname. In dit geval is het vernis in de loop der tijd geler geworden. Het is niet zozeer vuil, hè. Veel wordt er gesproken dat je het gaat schoonmaken. Maar schoonmaken dat doe je eigenlijk alleen als je vuil ergens vanaf haalt. En je haalt hier niet echt vuil vanaf, want het is ook een museumschilderij eigenlijk. Dus het is niet uit een huiskamer dat er nicotine op zit. Dit is gewoon een natuurlijke hars die gebruikt is als vernis, die vergeeld is. Wat je aan de achterkant ziet, is dat ze dus een pakketering erop gezet hebben. Zo noemen ze dit raamwerk. En dat is eigenlijk een oude restauratiemethode die bedoeld was om het kromtrekken van het paneel tegen te houden. Met een vorige restauratie waar ze dat raamwerk, dat die pakketering erachter gezet hebben, hebben ze ook het paneel kleiner gemaakt. Dat kan zijn omdat hij beschadigingen had langs de randen, maar het kan ook zijn dat ze hem kleiner gewoon mooier vonden. Dat zie je ook wel een beetje aan de compositie. Hij zit een beetje krap. Hij zit een beetje krap in het vlak. Hè? Dat hier die mouw wegloopt, dat zou je niet doen. Je zou die hele mouw erop nemen. Dus je kan al eigenlijk inschatten dat hij toch zeker zo breed geweest is. En nu zitten we in de studeerkamer van Jan van Heek. En nu wou ik u nog eens even met u praten over dat portret. Want als u
goed hebt gekeken, dan zag u dat die man een beetje gedraaid zit. Een kunsthistorisch persoon die gaat dan meteen denken, die man mist zijn vrouw. Die vrouw moet ergens zijn. Want dit is een houding die vraagt om een pendant, om een tegenhanger. En bovendien waren er meestal tegenhangers, want de meeste portretten zijn altijd van man en vrouw. Waar zou nou toch die vrouw kunnen zijn? Sorry, maar weet je waar de Schoolstraat 12 is? Rechtdoor. Kijk, dat is nu een van de leukste kunsthistorische activiteiten om te doen. Er hoort een vrouw bij die man, dat kan bijna niet anders, maar waar is ze gebleven? En dan maar zoeken. En het is niet zo leuk als je niks vindt. Maar in dit geval hebben wij wat gevonden. En wat wij gevonden hebben, daar moet u nou naar op zoek. Er zou een tweede schilderij bij zijn van een vrouw die eigenlijk bijna hetzelfde afgebeeld is. Het zou zijn vrouw kunnen zijn, zijn moeder. Ze blijken op eenzelfde stoel te zitten, al is ook die stoel niet helemaal precies hetzelfde. Dat wij altijd alles precies hetzelfde willen, dat hoefden ze in die tijd helemaal niet belangrijk gevonden te hebben. Dus dat hoeft niet altijd de reden te zijn waarom het niet bij elkaar zou horen. Er zijn wel verschillen. Als je de foto van het vrouwenportret ziet, zijn er wel verschillen. Ze lijken sowieso in leeftijd lijken ze anders. Ook schildertechnisch. Ze hebben allebei een andere geschiedenis. Ze zijn toch wel meer dan 100 jaar geleden uit elkaar gehaald. Dus ze hebben ook een andere restauratiegeschiedenis. Dus helemaal de beelden precies vergelijken van een foto, dat gaat helemaal niet lukken. Wat ik heel grappig vind is dat je ziet het hoge licht hier in die ballen is onderbroken door waarschijnlijk een roedeverdeling in een raam, hè, waar die voor zit. En dat zie je ook in zijn oog. Dus zijn oog heeft zeg maar twee lichtjes, dus ook onderverdeeld. In het vrouwportret zie je dat eigenlijk niet goed, omdat dat vrouwportret is die pupil geretoucheerd als een soort zwart balletje en hebben ze niet dat licht doorgetrokken. Wat een verschil bijvoorbeeld met het vrouwenportret is, is dat hier die bal op een soort sokkeltje ligt. En bij het vrouwenportret ligt het eigenlijk direct op de armleuning. Dus dat is wel een duidelijk verschil. Verschil is ook bijvoorbeeld de hand. Hier is de hand mooi uitgewerkt met schaduwen. En dat zie je in het vrouwenportret niet. Dat kan zijn dat dat ooit met een restauratie te grondig is schoongemaakt en verwijderd is. Maar daarvoor moet je eigenlijk de schilderijen echt gewoon naast elkaar zien om dat gewoon goed te kunnen vergelijken. Er zijn verschillen. Er zijn verschillen. Dat weten we nu allemaal. Horen ze dan wel bij elkaar, hoor ik u vragen. Ja, ze horen bij elkaar. Daar ben ik van overtuigd. Want ook andere pendanten van dezelfde schilder, Mielich of Mülich, precies dezelfde schilder, die hebben ook verschillen. Maar dat kan ook komen omdat er leerlingen meewerkten, voor de een of voor de ander. Hoe dan ook, ze horen bij elkaar. En nu zijn we hier op de portrettengalerij en nu zijn wij in het bezit van een schilderij wat inderdaad met zijn pendant bij elkaar is. Twee portretten, man en vrouw. Dat is Klaus von Stalberg en zijn vrouw Margarita. En dat is ook zo uit het midden van de 16e eeuw. En dat is ook uit Duitsland. Maar u zult zeggen, wat eigenaardig zeg. Die vrouw is zwanger. Kun je dan zo trots laten portretteren. En zo trots dat die man, die wijst trots op haar dikke buik. Dus die man is ook heel tevreden dat ze een kind heeft. Nou, onlangs is mij door een antropoloog duidelijk gemaakt dat dat volstrekt normaal was.
dat je voor het huwelijk zwanger was. Want dan wisten we zeker dat de erfenis en de erfopvolging verzekerd was. Dus hier hebben man en vrouw niet alleen elkaar gevonden, ze zijn nooit van elkaar weg geweest. Het is een microscoop, eigenlijk een digitale microscoop. Wat je hier goed mee kan zien, is hoe het geschilderd is. Dus wat is er eerst geschilderd en hebben ze eventueel dingen veranderd? Is de achtergrond er tegenaan gezet of is de voorgrond over de achtergrond heen geschilderd? En soms kom je restjes tegen, hè? Er zitten in het gezicht enkele restjes blauw. Waarvan je denkt van ja, daar is gewoon zo'n penseel vervuild geweest. Alles verandert in de loop der tijd. Dus een aantal kleuren verdonkeren in de loop der tijd. En andere worden transparanter. Dus bijvoorbeeld zo'n gezicht, hè, waarvan je nu, die ondertekening is nu plaatselijk zichtbaar. Dat is waarschijnlijk niet zo geweest. Dat is eigenlijk omdat die verf in de loop der tijd transparanter geworden is. Dus als de kunstenaar het zeg maar zou zien, zou hij het nog wel herkennen als zijn schilderij, maar hij zou wel vinden dat er toch wel een hoop mee gebeurd is. Het is niet meer hetzelfde schilderij, dat is niet één schilderij meer. Je kan alles restaureren, maar tijd kan je niet restaureren. Van Heek heeft veel van zijn werk in Huisbergen gerestaureerd. En dat heeft hij laten doen bij eenzelfde restaurator. Dus dat is herkenbaar aan de methode die gebruikt is. En het vrouwportret heeft duidelijk een andere parquetering. Dus duidelijk van een andere restaurator. Dus daar blijkt al uit dat ze dus al langere tijd uit elkaar zijn. Wat ik nu doe is het schuivend maken van de parquetering. Want die zorgt eigenlijk voor spanningen aan de voorkant. Dus en als er spanningen in dat paneel zitten, dan krakt eigenlijk zeg maar de verf er aan de voorkant af. Dus wat ik nu doe is ik haal één voor één die schuiflatten eruit. En die schuur ik zeg maar bij. Dus dat ze weer schuivend zijn. En deze twee lichten heb ik al gedaan. Onze man is weer thuis. Fantastisch. Weet je wat eigenlijk voor mij het belangrijkste is? Die man heeft een presentie gekregen die hij absoluut niet had toen hij naar jou toe ging. Nee. En dat heeft te maken met het feit dat het was net alsof je door een matglas naar hem keek, als je nu dit in zijn geheel ziet. En weet je wat ook zo opmerkelijk is en waardoor het wel degelijk met die mevrouw van Thyssen Bornemisza verhand is, moet je dit zien. Zie je wat, dit is precies de hele ordening en de profilering van het venster wat bij haar doorloopt, zal ik maar zeggen. Ik ben zo nieuwsgierig, Pauline, hoe dat wordt als hij straks met zijn vrouw is verenigd. Man zoekt vrouw en ik heb er gevonden. Dat is een geweldig bevredigend gevoel. En dat willen wij u nu zelf laten meemaken. En op die tocht gebeurt er altijd iets met u. Want het is niet die en het is niet die en het is niet die. En daar is hij. Maar ondertussen heb je van al die tussenliggende schilderijen heel veel geleerd. Dat willen we u laten meemaken.